Is een onverzorgde baard een afknapper voor jou? Ja, ik vind sowieso behaarde mannen Serieus? Papa. Weet je wat een tijd dit kost? Heb je wel eens naaktfoto's verstuurd naar iemand? Nee, nooit. Jawel? Wel eens, maar zonder hoofd. Met string heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Maar niet full naked. Ik ben wel altijd bezig met het risico van naaktfoto's. En ik heb altijd gezegd dat ik het nooit ga doen. Ik vind dat ook niks. Ik heb daar ook nooit wat mee gehad. Toch? Nee. Ik snap niet dat sommige mensen naaktfoto's zo makkelijk, zo random versturen met hun gezicht erop. Of zelfs masturberende foto. Nog even een stapje verder. Ja, ik heb wel eens af en toe gehad dat ik dick pics kreeg en op de achtergrond een laptop met mijn foto erachter. Ja, dan maakte ik wel een screen stuurde ik van, luister, wat is dit? Ja, ik zal nooit een naaktfoto sturen. Nee, nooit gedaan ook. Nee, nog nooit. Het is heel belangrijk om te weten wat de risico's zijn. Ik weet dat ik er vroeger voorzichtiger in had mogen zijn. Van mijn vriendin heb ik wel eens een naaktfoto gehad, maar dan ga ik er niet waarschuwen van, hey, pas je wel op. Ik heb wel heel veel naaktfoto's van vrouwen op mijn telefoon. Ja, daar moet je ook mee uitkijken. Hè? Ja, ik ben echt wel, ik zal er never nooit doorsturen. Maar je laat ze wel zien. Als je in de auto zit en je bent gezellig met een vriend. Ik heb wel een keer een naaktfoto laten zien. Ik krijg ook af en toe gewoon dickpics binnen trouwens. Krijg jij ook dickpics? Ja, heel veel mensen denken dat ik homoseksueel ben. Ik kan wel prima, maar die dickpics hoef ik echt niet. Zonder ambitie ben je oninteressant. Voor mij niet. Nee, daar ben ik het ook niet mee eens, maar ik vind het wel extra interessant als iemand ambities heeft. Tegenwoordig moet je echt een ambitie hebben, anders hoor je er niet bij. Vind ik een beetje een harde stelling. Ik bedoel, er zullen echt wel interessante mensen zijn die wat minder ambitie hebben. Just do whatever makes you fucking happy. Mensen vragen ook wel eens, wat wil je nog graag doen? Ik ben al wat ouder natuurlijk. Ik heb al heel veel gedaan. En ik heb niet per se de reden dat ik nog iets moet doen, een berg beklimmen of die vrouw beminnen om mijn leven compleet te krijgen. Maar vind jij dan iemand die ambitieus is wel aantrekkelijker? Ja, zeker. Ja, ik ook. Zonder ambities ben je oninteressant. Dan denk ik niet, dus niet dat je geen ambities hebt, maar dat je een heel ander tevredenheidsbeeld voor jezelf hebt. Dus ik denk dat iedereen ambities heeft, maar dat de essentie van ambities nogal uiteenlopend is. Ik vind monogamie eigenlijk van alle tijden. Als je het zelf wil, dan kan het. Wil je het zelf niet, dan mag het ook. Nou, monogamie is niet meer van deze tijd. Daar ben ik het mee eens. Maar ik zou willen dat het wel nog zo was. Ik denk dat je van meerdere personen kan houden. Dat je meerdere personen kan toelaten. Ik heb wel eens open relaties gehad, maar het werd uiteindelijk... Was op een gegeven moment verwaterd dat hele gevoel. Het is niet meer speciaal. Mijn partner moet niet met andere vrouwen naar bed gaan, zoenen, nee. Maar mag wel kijken. Ja, kijken mag. Voor mij persoonlijk denk ik dat er nog steeds mensen zijn die monogaam zijn. Maar het is nu wel heel makkelijk om vreemd te gaan. Ik ben ook echt een monogaam persoon. Ik heb wel het idee dat het wel veranderd is. En zeker ook door social media wat er is gekomen. Is... Ja, de keuze is reuze. Is een onverzorgde baard een afknapper voor jou? Ja, ik vind sowieso behaarde mannen... Serieus? Papa. Weet je wat een tijd dit kost? Nou, ik vind een onverzorgde baard op een goed kapsel, vind ik wel goed. Ja, het kan wel lekker die nonchalance in je look brengen. Ik vind het echt verschrikkelijk, een baard überhaupt. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, nee, ik vind het wel leuk, een beetje nonchalant. Een bepaalde mate van nonchalance en onverzorgdheid is ook wel weer een beetje goed. Ja, tot een bepaalde. Snap je? Je moet wel een beetje niet te verzorgd zijn. Een onverzorgde baard is sowieso een dikke afknapper. Ja, gadverdamme. Dat vind ik heel vies. Bah. Licht aan. Licht aan? Ik wil wel zien met wie ik seks heb. Ja, maar als je iemand heel vaak seks hebt gehad, is het soms wel leuk als het licht uit is. Kan je beter fantaseren. Ja, is wel zo. Of half. Je denkt, ze lijkt op de buurvrouw. Ik zou zeggen licht aan. En in het, ja, licht aan, maar geen TL-bak. Ik zou zeggen licht uit. Uit. Licht uit. Uit. Uit? Ja, ik wil uit. Nee. Ja. Licht uit. Gedimd. Sfeerlicht. Uit dus. Kaars. Kaarslicht. Kaarslicht, ja. Ja, dat was hem alweer. Ja, en vergeet niet te liken, te abonneren en laat even een comment achter. Laat een comment achter in de comments. Je verwacht het niet. Like en subscribe en comment op deze video. Check, check, check. Joejoe. Doeg.